Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSP de Van Moor. En vandaag ga ik kapot met Wim. En met deze Turan 2011-10. Welk jaartal je hem ook wilt geven. Hey, we hebben vandaag gewoon de opvallende kleding aan. Alleen wel een zwart t-shirt in plaats van een polo. Omdat het natuurlijk erg warm is en dan is de politie bevoegd om, of dan mogen ze een t-shirt aandoen in plaats van een de polo. Officieel is het ook een polo geloof ik in een game, maar ja, het straalt in ieder geval wel een beetje de zomerkleding uit. Dus daar gaan we mee op pad vandaag. Geen bijzonderheden, alleen dat ik lange tijd niet heb kunnen opnemen, want ik had texture lost, dus de map verdween voor mij, zeg maar, die verdween gewoon. En ik klop het nu even af tot dat niet meer het geval is nu. Zul je dadelijk zien dat alles weer verdwijnt. Maar daar heb ik echt lang mee gezeten. Dus ik hoop dat het is opgelost. En dat we gewoon lekker kunnen spelen. Want ik mis het wel. Maar ik, ja, daar is gewoon niks aan te doen. Je kunt, ja, je kunt er zeker eens in doen. Want nu heb ik het wel gefixt. Waarom rijdt dat ding naar voren? Godsammekes. Zo. Waarom rem, ik rem toch. Waarom rolt dat ding steeds naar voren? Ja? Anyway, we hebben groen. Ja, we gaan kijken wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Turan dus. Voor de rest niks te melden, het is warm. Nieuwe headset. Waarschijnlijk wat... Wie is dat nou, die witte auto, hè? Waarschijnlijk klink ik wat anders. Ik zelf heb zo'n idee van, het is gewoon... heb de gedachte van, je moet eraan wennen. Dat ik anders klink. Er is niet veel aan te veranderen, lijkt mij. Misschien ben ik ook nog eens kijken naar de settings. Knalt hem er geloof ik vandoor, hè? Ja, dus achtervolging negeren, stopteken. Witte SUV. Linksaf, kenteken niet te lezen, iets met een 4. Kleurt hem even door het systeem, dan hebben jullie hem alvast. Oh. Hoe ging dat? Oh my god, ik weet gewoon echt niet meer hoe dat ging. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer hoe ik omlaag ga in dat menu. Dat is al zo lang geleden van mij. Oeh. Mijn god, non de jus. De gaspedalen op de grond, die staan niet zo lekker vast. Die glijden weg omdat ik nu laminaat heb in plaats van... ik had eerst tapijt in mijn kamer en nu heb ik laminaat. En als ik dus vol in de remmen moet of veel gas geef, dan glijdt dat weg. Dus daar zat ik net even mee in de knop. Daarom kan ik denk ik ook niet goed remmen. Misschien wat collega's erbij vragen, is handig. Maar nu zit ik dus weer met dit menu in de knoop. Dat is ook zo handig. Ultimate backup en nog iets. Ja, lossen we binnenkort wel op. Geen collega's dus. Een beetje te rammen. Staan blijven. Volgt hier eerst als je bericht voor alle wagens. Staan blijven. We've got an officer in need of assistance in Rufford Hills. Units respond code 3. Oké, deze erop en zomaar even aanhouden dan. Een lelijk stipje. Oké. Oh, is daar eenmaal aanhouding, verder geen eenheden meer nodig. Ik ga hem fouilleren en dan kan naar bro. Wow, hold up!
Waarom kan ik... Ja, ik snap er helemaal niks van. Die mevrouw die moet gewoon weggaan. Jou wil ik gewoon fouilleren, maat. Ja, dat... Normaal is het gewoon op de E drukken. Ik weet niet wat er nu is. In Rockford Hills. Ocean 1, we can get that. Roger. Ja, ik heb mijn game een beetje kapot gemaakt, denk ik. Want nu komen er ook nog twee transporteenheden. Dat zal allemaal wel. Ik heb gewoon wat menus door elkaar met dezelfde functies. Dus ik hoor graag van jullie als jullie weten hoe ik dat kan oplossen. Takelwakkel. Meldingen zetten we aan. Oftewel, we zijn inzetbaar. En we gaan door. Citizens report. Vehicles racing in the Spoochie Canal. Nou, ik heb niet weer zin in achtervolging, dus we gaan eens kijken of we wat anders zo meteen kunnen krijgen. Units reporting. We have suspect black scene on Ginger Street. Units respond code 2. Een helpless person, ja. Ik weet niet wat het is, even kijken. Hallo. Alles goed? Hallo. Wait up! Kom er even rechtop staan. Wat is er allemaal aan de hand? Allereerst, heeft u voor mij een identiteitsbewijs? Thanks. Dank u wel. Wat zijn er nog gezocht? Daar wachten we even mee. Iets gedronken, heeft iets drugs genomen. Nee, oké. Wat ben je dan aan het doen? Ik heb zo'n frisse lucht nodig. Ja, dat doe je niet door op zijn straten gaan liggen. Ja, luister eens, als er verder niks aan de hand is, dan gaan wij... Of ik u arresteren, want nu wordt het gezocht. Er zijn geen eenheden meer nodig. En dan boeien gaan om. Dan ga ik nu even fouilleren. Mag niet officieel, want ja, ik ben zeg maar een... ik ben alleen, dus het kan even niet anders. Oké, prima. Ja. Een 8'tje. Assistance required on Ginger Street. Transport eenheid komt dus goed is. Nu wel solo. Ik zie niks anders komen namelijk. Juju. Fixen wel even onze wagen, want hij is toch mooier als hij picobello uitziet. Citizens reporting shots fired in Del Perro Beach. Nou, dan kan ik wel weer een vest aantrekken, dat is een motorvest. Voor schoten gelost. Je hebt alleen blauw aan. Onbekend wat de situatie is, of er meerdere schoten zijn gelost, op wie, door wie, allemaal niet bekend. Hopelijk krijgen we meer informatie en anders gaan we ter plekke moeten gaan achterhalen, rechtsvrij, linksvrij. Zoals je misschien begrijpt, gooien we wel even de snelheid erop. Oeh,
dat is een smart of weet zo'n ding. Ja, we sturen een beetje slecht in, maar is wel even wennen, is wel even wennen. En even kijken hoor, het is op de pier. Zullen we misschien de eerste eenheid op plaatsen zijn of zie ik daar achteral wat staan? Nee, dat zie ik niet. Dus op de Griekse uitdruk als ze te plaatsen waren. Ik zie op dit moment niks, ik hoor niks. Misschien valt het wel mee hier. Misschien is er ook al geweest, dat weet je natuurlijk niet. We zijn ter plaatse. Hey! Er ligt een dooi. Hey joh! Wat ben jij dan? De wapen vallen. Neerleggen. Op je knieën gaan zitten. En met spoed 1 erbij. Doe het even zo, dus wat makkelijker. Roger that, we're on our way. Welke verdachte beweging wordt er geschoten? Ik ga naar boven komen. Collega's meekomen. Jij zorgt voor de cover, dat is ontvangen. Copy that. Hoe kom ik hier naar boven? Zou ik hier een trapje? Jazeker. Verdachte zit nog steeds netjes op zijn knieën. We gaan naderen. Eén verdachte of één slachtoffer tot nu toe bekend. Wapen ligt daar nogmaals. Welke verdachte waarin wordt er geschoten? Dat ga ik ook zeker doen. Gelukkig is op mijn knop veel afgekomen. Is daar eenmaal aanhouding? Dank u wel, dames en heren. Het is einde BTGV. Einde BTGV, één man aanhouden. Ja, je hoort het. Ja, het is natuurlijk onbekend of hier meer en anders. De slachtoffer is ook weg, er komt een auto aan. Weet je, die auto die mag je ook niet komen, hè? Die mag je zeker niet komen. Ja, die hoort erbij. Jij blijft daar. Hij heeft een vuurwapen, toch? Nee, hij heeft geen vuurwapen. Maar er komen meerdere eenheden. Pak hem, pak hem, pak hem. Auw. Ja, jongens. Oh my god. Ja, dan ben je wel dood inderdaad. Lekker werk, pikkies. Hé, hey, mijn auto. Handig. Dan kunnen we verder gaan waar we zijn gebleven. Weer die motor, hè? Waarom doe ik dat ineens? Oké. Okay. Weer een zetbaan. Nou, we hadden dus... nou, eenmaal aanhouding. Veel wapen in beslag genomen. Eén slachtoffer die is opgestaan, weggelopen ofzo. Kwam er een auto aan. Een Audi A7, RS7, weet niet precies. RS5, A5, weet ik het. En die... die rende er ook ineens vandoor, daar van de vuurwapen hadden. Ja, zoals jullie zagen, ik herhaal eigenlijk wat jullie net 2 seconden geleden hebben gezien. Of ik vertel eigenlijk wat jullie net 2 seconden geleden hebben gezien. We've got a possible 211 in Palato Bay. We have medical aid requested on Lobport, that's freeway. Ja, dat is niet goed. Kleine prio 1 melding neem ik aan, medische assistentie, of assistentie ambulance op de snelweg. Ik weet niet of daar een aanrijding is gebeurd of dat iemand dan wel is geworden.
midden op de snelweg. Goed dat je hier stoppen, goed, dat is fijn. En het verkeer stoppen. We pakken wat spullen en we gaan hier meteen even kijken. We gaan een ambulance ter plaatse hebben. Assistance required on Laporte Freeway. Oké, persoon leeft niet meer. Ik ga starten met de reanimatie. Alleen ga ik eerst slow down doen. Dan kan die ambu wel doorrijden. Nee, ik ga niet starten met... Ja, ik ga starten met de reanimatie, maar niet daadwerkelijk, want dan kunnen de ambu's het... ambu-medewerkers het overnemen, zeg maar. Ja, en nu gaan we stoptraffic doen, want dit gaat chaos worden, zeg. Nee, dat dacht ik ook al. Een beetje verkeerschaos. Hey, op de brancard. Ja, de VOA moet hier uiteraard ter plaatse komen, alles moet hier ter plaatse komen. Deze snelweg die gaat dicht, of in ieder geval deze twee weghelften. Het verkeer zal worden omgeleid via rechts. Want hier moet je uiteraard gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Misschien is de persoon bovenop geklommen en gesprongen. Misschien wat je ook vaak ziet, dat iemand uitstapt na een pechgeval en gaat, gaat lopen en wordt aangereden. Helaas gebeurt het heel veel. Of heel veel, helaas gebeurt het wel eens. In dit geval heeft de ambulance medewerkers van Ambulancezorg Limburg Noord het nog redelijk goed kunnen oplossen, denk ik zo. Want de persoon had niet veel hartslag en ze zijn vertrokken onder een glijdend transport, zoals je ziet, naar het ziekenhuis. Want ze rijden erg langzaam. Verkeerssituatie wordt vanzelf vrijgegeven en wij gaan naar het bureau voor wat tikken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken, want ik ga meteen een nieuwe video opnemen. Met de T6, want dat vind ik ook wel een hele erge, lekkere en mooie wagen. Dus die gaan we meteen pakken. En ik zie jullie zo meteen, oftewel, nou ja, voor mij zo meteen, voor jullie binnenkort weer. Tot dan. Doei!